En dat komt altijd uit. Op het einde. Of daarvoor natuurlijk. Maar dat komt altijd uit. En het is ook zo dat iemand die ziektes heeft in zijn hart. Zoals al-hasad, afgunst. Ria, vertoon maken. En nifaq, huichelarij. Al-kibr, hoogmoedigheid. Hubb al-munkarat, het houden van slechte dingen. Al-jubn. Ja, dat is lafheid en al-ujb, dat je jezelf echt ziet als iets hoogs. Hubbud-dunya, het houden van het aardse leven en daaraan de voorkeur geven boven het hiernamaals. En al-bughl, gierigheid. Nou, dat zijn echt hartziekten. En iemand die dat heeft, die zijn hart niet zuivert, die een slecht intentie heeft, deze ziekte worden alleen maar erger en erger. En zo gaat hij verder totdat hij de dood tegemoet gaat. As'alullah azza wa jal an yahfadhana wa iyyakum. En iemand met zo'n harte, voor zo iemand is het heel moeilijk dat hij echt het hart een ander wending laat geven of laat draaien. Dat hij de andere kant laat draaien. Het is heel moeilijk. Iemand die zeer hoogmoedig is, die heugelarij in zijn hart heeft, die echt houdt van de dunia en alles doet om deze dunia. Zo iemand is het heel moeilijk dat hij zijn hart zuivert en terugkeert naar Allah Ta'ala. En in de regel vaak blijft zo iemand eigenlijk doorgaan totdat hij uiteraard plotseling met de werkelijkheid wordt geconfronteerd. En dat is de dood. En hoe vaak, ik denk dat sommigen van jullie dat wel hebben gemaakt of niet misschien, maar het is zo, als de dood komt, dan wordt het hart uitgeperst en datgene wat erin zit komt er ook uit. Als het hart vervuld is met het houden van Allah Ta'ala, dan zal het hart ook dat eruit spreken en steeds La ilaha illallah zeggen. Maar als het hart vervuld is met andere dingen, dan komt het eruit. Ja, en we lezen verhalen waarvan iemand op sterven ligt en men zegt tegen hem, zegt La ilaha illallah. En dan zegt hij van, hoe staat het met dat appartement? Hoe zit het nog met die handel? En hoe, terwijl zo iemand op het sterven ligt. Maar zijn hart wordt uitgeperst. En dat komt er natuurlijk uit. Is Allah azza wa jalla salama wa al-afiyah. En hoogmoedigheid is echt een grote zonde. In hadith zegt al-Rasul sallam, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibr. La yadkhulu al-janna. Kijk hoe gevaarlijk het is. Zegt degene in wiens hart een gewicht van een mosterdzaadje, iets heel kleins, is een hart heeft, die zal niet naar het paradijs gaan. Dat wil zeggen, iemand die een beetje kibber heeft, hoogmoedigheid, die gaat naar de hel. En of die nou daar zal verblijven, als die hoogmoedigheid hem echt tegenhoudt om de waarheid te aanvaarden, of dat die, als hij toch moslim is, maar toch zo een hoogmoedigheid in zijn hart heeft, die zal natuurlijk wel in de hel terechtkomen en later pas eruit komen. En iemand zei, ja Rasulullah, zei iemand, ik hou ervan, ja niet iemand, hè, hij heeft het natuurlijk voor zichzelf, ik hou ervan, zegt hij, om er goed uit te zien. Mooi kleren te dragen. En Rasulullah sallam zei, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala is mooi en hij houdt van schoonheid. Hij maakte voor deze sahabi duidelijk, dat niet wordt bedoeld met hoogmoedigheid.
Maar hij maakte voor hem wel duidelijk wat er wordt bedoeld hier met hoogmoedigheid. En hij zei, al-kibr is batar al-haqqi wa ghamtu al-nas. Dat is al-kibr. Al-kibr is batar al-haq. Wat is batar al-haq? Dat is het verwerpen van de waarheid. Wa ghamtu al-nas. En wat is ghamtu al-nas? Dat is vernederen van mensen. Dat je mensen echt kleineert, vernedert. Dat is ghamtun nas. En dat je ook hun recht niet geeft. En dat is al-kibr. Dat is hoogmoedigheid. Hoogmoedigheid, dat is batarul haqqi, betekent verwerpen van de waarheid. Terwijl je weet dat het waarheid is. En ghamtun nas, en dat is misprijzen van mensen, vernederen van mensen, kleineren van mensen. Dus dat is heel erg gevaarlijk. En daar moeten we goed voor oppassen. Het is dus echt een gevaarlijke ziekte, hoogmoedigheid. En algemeen, zover ik weet, in ieder geval bij de christenen en bij de joden ook, wordt hoogmoedigheid behoort sowieso tot de grootste 7 zonden. Dat is algemeen. Hoogmoedigheid behoort tot de grootste 7 zonden. En Sheikh al-Imam hafidhahullah ta'ala zei, hij zei, het is zo dat ieder van ons, zegt hij, de nefs, onze nefs, die neigt wel naar die kibber, naar die hoogmoedigheid. Ieder mens, ieder nefs neigt naar hoogmoedigheid. En zeker momenten dat je even onachtzaam bent en dan voordat je het weet, dan heb je dat in je hart. Of je denkt, ja, wat ben ik toch goed, dat heb ik toch bereikt. Dat heb je gewoon, ik ben toch beter dan die. Dus dat is heel belangrijk, dat we alles doen om ons hart te zuiveren. En deze grote ziekte, waarvan hoogmoedigheid in is, een van de grootste zonden, dat wij echt ons hart zuiveren van deze ziekte. En dat wij nederig opstellen tegenover Allah Ta'ala. En dat wij ons totaal overgeven aan Allah Ta'ala. En hem gehoorzamen en tevreden zijn met datgene wat hij heeft geopenbaard en datgene waarmee hij zijn profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam heeft gezonden. En alles doet om datgene en intenties het streven of wil die tegenstrijdig is met de wil van Allah Ta'ala, tegenstrijdig is met gehoorzaamheid en Allah Ta'ala, dat je dat gewoon uit je hart band of verband. En degene die van slechte dingen houden, degene die ervan houden dat slechte dingen wordt gezegd over moslims en verspreid worden onder de moslims, die moeten echt, en over degene die geloven, moeten echt oppassen. Want Allah Ta'ala houdt er niet van. En Allah Ta'ala zal hen pijnlijk straffen. Degene die ervan houden dat bijvoorbeeld gruwelijkheden verspreid worden. Dat de bid'ah verspreid worden. Dat zonde verspreid worden. Dat afdwalingen verspreid worden. En aanwezig zijn. Die moeten echt oppassen. Als je alleen maar ervan houdt in je hart. En hoe staat dat dan? Wanneer je en je houdt ervan. En je werkt eraan. Of met je woorden. Of met je daden. Om dat ook daadwerkelijk tot stand te brengen. Dat is natuurlijk nog erger. En nog gevaarlijker. Want als je dat doet. Dan is dus een duidelijk teken dat je dat